Richard, je bent net terug uit Bahrein, waar de testdagen zijn geweest. Formule 2, snelste tijd gereden. Hoe ging het die dagen? ging goed. begon een beetje moeizaam. We hadden veel problemen met de remmen eigenlijk. Waardoor ik niet heel lekker ja, mijn eigen ding kon doen. Met warm-ups, met raceruns. Dus qua snelheid op de softs waren eigenlijk gelijk wel heel goed. Alleen ja, de raceruns had ik gewoon nog geen lekker gevoel. Gelukkig in de derde dag hebben we dat probleem op kunnen lossen. En toen ging ook de racerun zo erg goed. Dus natuurlijk uh, blijft maar een test. Alleen het is voor je gevoel en voor het teamsgevoel toch wel lekker om uh, ja, erbij te staan. Ja, het is niet jouw eerste jaar Formule 2 natuurlijk. Dus je gaat al anders een jaar in. Maar als we nu een jaar terug gaan, is het helemaal anders. Hè, de situatie nu, zekerheid, uh, nieuw team, goed team, Nederlands team. Ik denk voor jou een ja, beter gevoel om nu het Formule 2 seizoen in te gaan. Ja, absoluut. Ik heb uh, een hele mooie groep met partners die me daarin ondersteunen natuurlijk. Het was uh, niet makkelijk weer dit jaar om het allemaal rond te krijgen. Um, en vorig jaar was het nog een stuk onzekerder, omdat ik echt pas in februari mijn contract tekende. Dat is nu gelukkig gewoon december gebeurd. Um, dus inderdaad, ik ga met meer zekerheid het seizoen in. Maar voor mezelf ook veel meer zelfvertrouwen. En uh, dat merk ik in het rijden. Dus ook als je nieuwe setbanden gewoon gelijk boem er staan. En uh, dat merk je gewoon. Het gaat lekker. Ik zit goed bij het team. Ik zit lekker in mijn vel. Dus uh, ik heb er heel veel zin in. Ja, hoe is dat om nu bij Van Amersfoort te zitten? Ja, leuk. Ik, ik kende ze natuurlijk al heel lang. Ze uh, zijn al lang actief. Heel veel succes gehaald in de, in de autosport. Uh, maar goed, ze zelf nooit bij gereden. En het is wel leuk om nu allemaal te zien hoe hun te werk gaan. Toch weer op een andere manier dan dat ik gewend ben. Uh, dus ja, ik heb er heel veel zin om met hun samen te gaan werken dit jaar. Ja, ze hebben natuurlijk vorig jaar de eerste stappen in de Formule 2 gezet. Dus ja, dat is voor hun ook nu tweede jaar Formule 2. Ik denk ook bij hun meer zekerheid en ja, meer know-how. Ja, je merkt gewoon dat de Formule 2 is een serieuze uh, professionele klasse is. En uh, het is niet heel makkelijk om zo'n auto helemaal goed af te stellen en om alle ins en outs te weten. Dus uh, je zag dat ze afgelopen jaar wel vaak heel snel waren, alleen toch wel ook veel foutjes gemaakt door ja, niet uh, die, nog de ervaren mensen op, het, op de goede plekken. En ik denk dat ze dat voor dit jaar uh, met een jaar ervaring van alle monteurs, engineers, dat dat uh, een stuk beter zou gaan. Hoe kijk je uit naar uh, jouw kansen dit jaar Formule 2? Hoe ik daarnaar uitkijk, ik focus lekker op mezelf. Ik denk dat we het goed kunnen gaan doen. Als ik zelf goed in mijn vel zit, dan weet ik zeker dat ik uh, ja, met de top mee kan. Maar uh, we gaan het zien. Ik, ik focus me lekker op mezelf. Ik heb geen verwachtingen. Ik, uh, ik wil gewoon veel bekers mee naar huis. Je wordt vergelijk met, met Nick de Vries, die links voor jou op de muur hangt. Die natuurlijk het derde seizoen Formule 2 het kampioenschap behaalt. Is dat ook jouw doel dit jaar? Ja, het is natuurlijk je doel om kampioen te worden. Alleen uh, ik hou niet zo van om het allemaal uh, over te praten. Ik heb liever dat ik het gewoon laat zien. Dus uh, dat wordt mijn doel om het te laten zien. Ja, kampioen, wat heb je natuurlijk in jouw carrière ook gedaan en vanuit, vanuit de kachting. Wat uit de karting neem je mee naar nu in de Formule 2? Ja, het is gewoon heel die opbouw in je carrière. Dus je doet elk jaar weer doe je ervaring op. En ik heb vooral afgelopen jaar het gevoel dat ik heel veel heb geleerd over deze klasse, over. Ja, eigenlijk ook over auto setup, zeg maar. En dat is heel erg belangrijk een stukje wat ik ook nog echt, echt miste. Uh, dus het is nu alles uit, ook vanuit de karting aan elkaar knopen om uh, dit jaar uh, te staan. Ja, wat, neem, wat neem je echt specifiek daarvan mee dan? Nou, je hebt een stukje banden. He, banden is heel belangrijk in de formule 2, temperatuur, om te voelen wanneer je over zo'n grens heen gaat. Setup, Dus stel je staat er in de kwalificatie van de dan niet helemaal goed bij. Om dan voor je volgende set te zorgen dat het wel goed is. Dat is heel erg belangrijk. En daar laat ik het voor nu even bij. Ja, en hoe, hoe kijk je verder naar, naar jouw carrière? Wat is de what, dream? Wat is mijn dream? Hetzelfde als voor iedereen, voor mijn leen. Alleen uh, ik focus, focus me daar niet op. Ik wil gewoon voor mijn twee-kampioen worden. En dan weet ik dat ik de beste kaart heb om ooit eventueel nog door te stromen. Maar goed, dan moet ik eerst dat maar uh, voor elkaar krijgen. First things first en dat is gewoon de eerste race. Precies. Die gaan we proberen. In ieder geval een beker mee naar huis na het eerste weekend.